Alles begint bij Codu bij het ontwerp van een wereld of een level waarin je spel zal doorgaan. Je krijgt een heleboel tools in Codu om een ongelooflijke mooie en grote wereld te ontwerpen met een heleboel objecten en personages. En uiteindelijk de enigste grens die je kan tegenkomen, dat is je eigen creativiteit. En hoe begin je eraan? Wel, je bent natuurlijk in het hoofdmenu met een nieuwe wereld aan te maken door hier nieuwe wereld of New World aan te duiden. Je krijgt nu een blanco schabloon, een blanco wereld, met daarin eigenlijk een vierkant lap grond. Eh, met een groene kleur, een soort grasstructuur eh, zit daarin, eh, die je nu kan uitbouwen tot een eigen wereld. Onderaan vind je de gereedschapskist terug. Deze bevatten alle tools die je nodig hebt of die je kunt gebruiken om je eigen wereld te ontwerpen. In de linkerbovenhoek ga je per tool die je aanduidt hulp vinden met daarin de toetsen, de muisknoppen, de toetsenbordknoppen die je kunt gebruiken en welk effect of welke functie die knoppen hebben in functie met die tool die je geselecteerd hebt. Ja, dus je kunt deze gewoon aanduiden met de muis. Je klikt met de linker muisknop om een tool te selecteren. Laten we ze overlopen. De allereerste tool die je kunt gebruiken dat is het huisje, dat is het gemakkelijkste. Namelijk hier ga je je thuismenu terug oproepen en kan je hier een aantal functies uitvoeren. Je kunt je wereld spelen, terug gaan bewerken, bewerken. Je kunt, heel belangrijk, de wereld opslaan zodanig dat je je wijzigingen niet verliest. Heb je een topspel ontwikkeld die je absoluut met de gemeenschap, de codegemeenschap wil delen? Wel, dan kan je die delen uh, hier aanduiden. Je kunt een andere wereld laden, je kunt opnieuw beginnen met een nieuwe lege wereld of je kunt de code, de programmeercode die je gemaakt hebt, gaan afdrukken via jouw printer. Je kunt ook terugkeren naar het hoofdmenu en dan keer je eigenlijk terug hier naar dit menu Code Game Lab. Klik je daar terug op doorgaan, well, dan ga je verder met je wereldontwerp. De tweede tool in de lijst is de play knop. Daarmee ga je je wereld afspelen, kan je dus beginnen spelen in je wereld, kan je je programma uittesten, de animaties gaan beginnen, de programmeercode zal uitgevoerd worden. Je kan dus alles beginnen uh, doen. Dat is eigenlijk dezelfde functionaliteit als hier naar het hoofdmenu gaan en wereld spelen selecteren. De derde tool is eigenlijk de handigste tool, vandaar ook het handje. Dat ga je heel vaak gebruiken om je wereld te gaan bewegen. Je hebt een heel beperkt aantal mogelijkheden: linkerknop, rechtermuisknop en de wiel van je muis kan je gaan doen. Um, wel, Wat doe je daarmee? Heel simpel: met de linkermuisknop ga je je terrein verplaatsen. Je kunt zo op de horizontale vlak je camera gaan verplaatsen. Dat kan makkelijk zijn. De rechtermuisknop zal ervoor zorgen dat je de hoeken van je camera kunt aanpassen. Zodat je je wereld uit alle mogelijke hoeken kunt gaan bekijken. En de muiswiel kun je gaan inzoomen in je wereld of net uitzoomen totdat je heel ver staat. Kleine waarschuwing. Deze tool is zeer gevoelig, zorg dus niet voor al te bruske muisbeweging. Of voordat je het weet ben je je wereld kwijtgespeeld uh, en kan je eigenlijk niet meer terug gaan vinden. Dus probeer zeer voorzichtig te zijn, kleine zachte bewegingen met de muis, niet te brusk te gaan handelen. Het vereist ook een heel klein beetje oefening om dat mooi onder de knie te hebben, uh, maar je gaat er al echt heel snel mee weg zijn. De volgende tool gaat ervoor zorgen dat we objecten aan onze Codu-wereld kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld door links te klikken, krijgen we ineens de bibliotheek van objecten tevoorschijn die we aan onze wereld kunnen toevoegen. Dat kunnen Codu's zijn, rovers, appels enzovoort. Dus dat is zeer verscheiden. Nu, soms heb je ook te maken met een subfolder. Bijvoorbeeld hier deze tak van onze cirkel. Dit is een subfolder met daarin weer een cirkel met een heleboel bots in dit geval. Wil je uit die submenu. Ja, dan klik je op Escape op je toetsenbord om terug te keren. Ja, ook hier hebben we een heleboel objecten die we kunnen toevoegen. Bij een aantal pijpen die we kunnen toevoegen om een soort, uh, een soort doolhof te creëren. We hebben ook een aantal pickups die we kunnen toevoegen: uh, power-ups, muntjes, uh, voetballen, enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Ik ga eventjes heel voor het gemak Codu toevoegen. Zo. En je ziet dat mijn object mooi toegevoegd wordt. Ik kan die gaan selecteren met de muis, zolang dat dit. Tool dat deze gereedschap aangeduid is, kan ik een bepaald object kiezen en kan ik daar door rechts te klikken programmeren, instellingen wijzigen enzovoort enzovoort. Maar we zullen dat in een volgende filmpje bekijken wat daar nog de mogelijkheden van zijn. Deze tool dat is het padgereedschap dat ga je gebruiken om een pad te gaan creëren op je wereld. Dat kan bijvoorbeeld een automatisch pad zijn dat een bepaalde bot moet volgen, uh, dat kan een muur zijn, maar opnieuw, daar zal een apart filmpje aan besteed worden van hoe je deze paden gebruikt in code. -wereld. Verder krijgen we het penseelgereedschap. Heel, heel interessant. We hebben twee opties. Eerst en vooral is het materiaal die je gaat gebruiken, en anderzijds is het de vorm van je penseel die je gaat gebruiken. Hier beginnen we met het materiaal van de grond te selecteren. Je ziet dat je heel veel mogelijkheden hebt, heel veel keuze. Elk materiaal wordt ook toegevoegd met een nummer zodanig dat als de kleur ook niet duidelijk is, dat je kunt baseren op het nummer om het juiste materiaal te kiezen. Ik ga hier bijvoorbeeld nummer 21 kiezen. Zo. En dan kan ik eigenlijk hier rechts het soort penseel kiezen die ik wil gebruiken. Dus je ziet dat je keuze hebt tussen het vierkante penseel. Dan krijg je een vierkant materiaal. Het ronde penseel ga je een rond materiaal gaan uh, geven. Deze lange balken. Wel dat is heel simpel. Je kunt eigenlijk hier klikken en slepen. Totdat je een mooie rechte lijn hebt. Als je je muis en wijzer loslaat. Wel dan gaat het. Alles opgevuld wordt door het materiaal. Die penseel bestaat natuurlijk ook met een cirkel. En kan je dus eigenlijk hier zo een cirkel gaan toevoegen voor je penseel. Met het linker muisknop voeg je dus materiaal toe. Maar met het rechter muisknop kan je ook materiaal gaan verwijderen. Als ik hier rechts klik met mijn, uh, materiaal, met mijn uh, muistoets, dan kan ik hier dus perfect materiaal gaan verwijderen. Handig is ook dat je de grootte van je penseel kunt aanpassen. Ik kan bijvoorbeeld mijn penseeloppervlakte groter maken. Eén keer klikken en dan heb ik ineens een hele grote vierkant van hetzelfde materiaal. Als ik naar rechts ga duwen op mijn toetsenbord, ja, dan wordt mijn penseel groter. Ga ik naar links duwen op mijn toetsenbord, dan wordt mijn penseel kleiner. Dus links materiaal toevoegen, rechts materiaal verwijderen. Je kunt dus ook perfect gaten in je wereld maken waar potentieel je personages van af kunnen vallen. Even dus de gaatjes terug opvullen voor het volgende gereedschap te bekijken en dat is land omhoog en omlaag laten komen. Hier kan je natuurlijk niet kiezen wat voor soort materiaal je gaat gebruiken, maar je kan wel een soort penseel gebruiken en opnieuw heb je hier de keuze tussen uw rechthoekige en uw ronde penseel, maar je hebt ook natuurlijk een normaal rond penseel en een zacht rond penseel. Wat doet dit nu? Ik ga eventjes illustreren met het vierkante borstel. Een beetje de aanzicht veranderen. Zo. Met dit penseel, die je ook kunt vergroten en verkleinen, ga je eigenlijk bergoppervlakte maken. Je kunt dus hier terrein gaan verhogen en gaan verlagen. Zoals je eigenlijk een piramide zou kunnen maken. Dan ga je dus het terrein van je wereld gaan aanpassen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een iets zachter penseel, bijvoorbeeld de zachte ronde hier in dit geval. Wel, het principe gaat hetzelfde zijn. Je gaat op een heel zachte manier, heel klein beetje per beetje, materiaal omhoog en omlaag gaan zetten. Met dat verschil, omdat het een zacht penseel is, dat de inclinatie, of dat de helling van uw berg, veel zachter gaat zijn dan bijvoorbeeld met het harde penseel. Je ziet dat de heuvels die je gemaakt hebt vrij hoekig zijn. Die hebben allemaal randen en die zijn allemaal een beetje trapsgewijs opgebouwd. Een beetje zoals Minecraft. Wel het leuke is dat je hier je materiaal kunt aanpassen. Zodanig dat dat een iets vloeiender effect krijgt. En dat doe je terug bij het penseel. Waar je het terrein kiest. Maar dan ga je in feite hier de stijl veranderen. Ja, als je hier... De stijl gaat kiezen, je kunt kiezen tussen hoekig of de stijl vloeiend. Door naar beneden of naar boven te duwen, kan je die stijl veranderen. Nu, normaal zien toont hij hier een klein heuveltje, maar mijn grafische kaart die werkt een beetje tegen, vandaar dat je momenteel niks ziet. Maar de bedoeling nu is dat je in feite de randen iets vloeiender kunt maken, iets veel minder hoekig, waardoor dat je het effect krijgt in dit geval, dat je een heuvel hebt in plaats van een hoekige trap. Als ik hier dus verder mijn heuvel probeer af te werken. Voilà, een beetje langs alle kanten materiaal toevoegen. Dan zie je in feite dat het hoekige van die trappen een beetje afgekapt is, afgevloeid is. Dus we hebben gezien dat we met ons knopje, met onze linkermuisknop, ons terrein konden verhogen. Wel, wij kunnen natuurlijk ook ons terrein verlagen als we uh, onze rechter muisknop gaan gebruiken. Dus als ik hier bijvoorbeeld mijn wereld helemaal omhoog haal, met mijn linker muisknop, met de rood penseel, dan kan ik bijvoorbeeld een kuip gaan maken waar ik straks water in kan gaan steken. Dat doe ik natuurlijk door terug die omhoog omlaag gereedschap te kiezen, met een iets kleiner penseel deze keer, de rechter muisknop te gebruiken, en dan zie je dat ik eigenlijk hier een dal maak, een soort bedding maak, Waar ik straks water kan gaan gebruiken om op te vullen. Dat brengt ons trouwens naar het volgende gereedschap. Die water die eigenlijk hier ook verschillende materialen kan hebben. Gewoon blauw water, moerassig water, lava. Noem maar op. Je kan daar van alles in gaan steken. Ik ga het eventjes houden op dit gewoon water. Klik je met de linkermuisknop ga je water verhogen. Ga je met de rechtermuisknop klikken ga je water verlagen. En je kan van kleur makkelijk veranderen door het muiswieltje. Gewoon door eventjes te klikken waar ik hier mijn bedding gemaakt heb, kan ik hier dus perfect water toevoegen. En heb ik dus eigenlijk een soort zwembad, een soort meertje, die ook in mijn spel kan geïntegreerd worden. Je ziet dat er ook een animatie zit op die golven. Je uh, krijgt hier golven, je kunt dat ook allemaal aanpassen. Dat gaan wij later ook natuurlijk zien. Volgende tool, hetzelfde principe. We krijgen opnieuw de mogelijkheid om een aantal penselen te kiezen. De bedoeling is dat we hiermee ons terrein terug gaan vlak maken. Vloeiend of waterpas gaan maken. We hebben hier een aantal heuveltjes gemaakt. Een aantal berglandschappen gemaakt. Wel, Om terug zo een vlakke top te hebben in plaats van hier een hoge top. Dan kunnen we hier terug ons uh, terrein een beetje plat gaan maken. En dan zie je in feite dat het terrein terug wat vlakker wordt... Uh, dat het terrein een beetje terug uh, waterpas wordt gezet. En dat je dus zo leukere, natuurlijkere effecten gaat verkrijgen in je wereld. Met het volgende landschap kun je een heuvelachtige landschap maken. Met heel scherpe spitsen. Uh, handig als je bijvoorbeeld een arena wil maken. Of een plaats wil maken. Waar uw robot of uw speler of uw personage niet door kan. Want dan kan je zoiets gaan maken. En dan zie je eigenlijk direct het effect. Je krijgt namelijk allemaal kleine torentjes die uh, een soort ondoordringbare muur gaan uh, verzorgen uh, die je in je spel kunt gebruiken ook hier natuurlijk kun je weer gaan gebruik maken van het penseel met het zachte uh, met het zachte vloeiende uh, stof, materiaal en dan zie je dat die blokken die torens nu eigenlijk van die bergachtige pieken worden die je kunt gebruiken uh, ook in je wereld dus En aan jou de keuze hoe dat je die heuvellandschappen wilt maken. Het volgende gereedschap is de verwijdergereedschap. Daarmee ga je aan de hand van een penseel objecten gaan verwijderen. Opnieuw, je kunt de vorm van je penseel gaan kiezen. Maar je gaat eigenlijk de objecten verwijderen die in je uh, Codu wereld staan. Als ik hier bijvoorbeeld codu aanduid met dit penseel, dan gaat Codu verwijderd worden. En ik kan zo eigenlijk verschillende objecten tegelijkertijd verwijderen zonder elk object afzonderlijk te moeten selecteren. Laatste tool, laatste gereedschap, dat zijn de wereldinstellingen. Dat is op zich niet echt een gereedschap, maar laat je wel toe om bepaalde opties van jouw wereld te gaan aanpassen. Bijvoorbeeld de optie glazen muren gaat ervoor zorgen dat je wel of niet van de afgrond kunt gaan. Je hebt hier telkens ook een tegeltje help waar je op kan klikken en hiermee krijg je uitleg wat die optie al dan niet precies doet. Je kunt bij de opties ook gaan kiezen hoe je camera werkt. Bijvoorbeeld door een cameramodus los, vast of, uh, vaste marge of een vaste positie te geven. Je kunt, eh, uh, kompassen gaan weergeven, bronnen, de golfhoogte heb ik daar straks ook eventjes aangehaald. Hoe hoog moeten de golven komen die jou, uh, in jouw meertje of jouw zee zitten? Uh, hoe krachtig moet het water zijn die jouw uh, water gaat hebben? Dus hoe moeilijk kan je personage zich in water bewegen? Uh, ook heel leuk is dat je de achtergrond kunt aanpassen door een andere luchtsetting te kiezen, bijvoorbeeld uh, zo'n setting of een uh, vallende lucht -zon setting. Dus je kunt eigenlijk direct het uitzicht van je wereld ook gaan aanpassen zit ook allemaal in die opties je kunt de belichting ook aanpassen wil je dus dag spelen, overdag spelen nacht spelen, en dan zie je in feite dat de weerkaatsing van het licht op je grond ook aangepast wordt altijd interessant om te gaan doen, te gaan zien en mee te experimenteren andere opties zoals de windkracht, zoals spel starten met aftellen bijvoorbeeld of met een titel, als ik hier bijvoorbeeld aftellen Ga klikken en ik probeer het af te spelen. Ja, dan gaat mijn spel eerst aftellen. Voor mijn spel wordt opgestart, natuurlijk. Altijd leuk om te doen. Um, je kan ook bepaalde paden gaan debuggen. De volumes van uw muziek, van uw effecten aanpassen. Enzovoort. Enzovoort. Eigenlijk veel te veel om op te noemen. Ik kan u alleen maar aanraden om die opties eens door te nemen. Te bekijken wat erin zit. En te experimenteren. Volgende les zien we hoe we objecten toevoegen, hoe we de opties aanpassen en hoe we onze eerste programma kunnen schrijven.